Godzilla versus Kong. We hebben Bombini, Judeska en The House gekeken. De beste film die ik ooit heb gezien. Het was een beetje zuur voor de Schalkwijkers dat ze oktober vorig jaar eindelijk hun eigen bioscoop kregen. Maar dat die na een paar weken alweer dicht moest vanwege de derde coronagolf. Maar nu is ook de bioscoopmanager eindelijk weer in zijn element. De smile is er op mijn gezicht en die spreekt boekdelen, denk ik. We kregen gelijk al belletjes en mailtjes met vragen van wanneer welke film draaide. En nu zitten we eigenlijk vanavond al met de eerste uitverkochte zalen. Uitverkocht op coronaproof dan? Inderdaad, uitverkocht ook op coronaproof. 50 personen, ja. Wij hebben staan springen, ja, zeker om weer iets te gaan doen. Gewoon even een uitje, gewoon even wat anders dan alleen maar thuis. Nou, het is leuk om met je vrienden iets te gaan doen. Een keer gewoon een beetje met elkaar weer te praten. Te kijken wat we allemaal gemist hebben het afgelopen jaar. Ja, echt, vind ik het echt heel leuk. En gewoon, weer een keer samen uit en lekker weg. Ja. Ja, leuk hoor. Het belang van een bioscoop in dit deel van Haarlem reikt verder dan alleen maar een gezellig avondje uit. Het is het begin van een opknapbeurt van het stadshart, dat wel een boost kon gebruiken. Wij willen ook graag in de buurt lekker naar de bios en een hapje kunnen eten en een koffietje doen. Het is niet zozeer dat we niet naar het centrum kunnen of iets dergelijks, maar het is gewoon fijn als het er ook in je eigen wijk is. En dat trekt dan ook wat meer gezelligheid aan, is dat het? Ja, maar ook het idee van, joh, we hebben ook gewoon een stadshart hier. Anders moest je helemaal naar Haarlem-Noord fietsen daarvoor. Er mist nog meer, maar als je buiten om je heen kijkt, dan zie je dat nog een paar momenten is en dan zal het hier veel levendiger worden dan dat het ooit was.